Hallo medegamers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Pokémon Let's Play. We beginnen zoals altijd weer met de question of the day. En die van vandaag is van Innabird. Als Solgaleo in je team komt, wie gaat er dan weg? Vroeg hij of zij. En weet je, dat vond ik een hele goede vraag. Ik denk dat het Bouncy of Snorlax wordt. Bouncy omdat ze gewoon heel erg sterk is en die zou ik best wel makkelijk gewoon weer kunnen trainen naar een niveau dat ik dan wil. En Snorlax omdat, ik weet niet... Ik ben hem een beetje te veel gewend misschien, weet je wel, hij is er echt vanaf het begin praktisch bij geweest. En ik vond hem eerst een beetje zwak, maar hij is nu wel echt sterk met zijn Giga Impact en zo. Maar ja, ik weet gewoon niet wie anders. Dus ja, dat is het een beetje. Mocht je nou willen dat ik de volgende keer op jouw vraag antwoord geef, laat dan even een commentje achter met een vraag erin. Met hashtag QOTD beneden in de comments below. En ik heb ook een vraag voor jullie deze keer. Wat vinden jullie van Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon? Is het een game die jullie gaan halen? Geef daar even antwoord op in de comments. Als jullie niet weten wat het is eigenlijk is net aangekondigd, die games. Het is eigenlijk wat Black 2 en White 2 was voor de Pokémon Black en White games. Als in, verhaal speelt zich gewoon af in precies dezelfde plek. Dus gewoon in de Alola-regio. Maar dat is een heel ander verhaal. En de legendaries zijn een soort van geüpgrade. Die zien er wat anders uit. En dat soort dingen eigenlijk. Dus laat me dat weten. Ben ik wel benieuwd naar. En jongens, vorige aflevering was echt heel spannend. En nu gaan we door. Die kant op, denk ik. Is niks anders te doen. Lily die zou buiten op mij moeten wachten, is de feedback die we kregen van de vrouw van net. En het gaat zo te zien gewoon weer door waar we waren. Is dit Lily? Ze heeft heel ander haar opeens. Wordt Shazi nu een beetje verliefd? Of niet? En met Shazi bedoel ik mijn in-game Shazi. Volgens mij valt het allemaal wel mee. I picked these clothes up in Mali. Do you think they suit me? Sure do, zeg ik. Oh Shazi, thank you. I feel like there's so much I have to do now to save Nebby, to save my mother. I want to be like you, Shazi. I want to be strong enough to face any trial. That's why I'm going to try my hardest. This is my Z-powered form. Nou, ze doet een dansje. Ik weet niet of ze die zelf verzonnen heeft. Waarschijnlijk wel. So this is where you were, zegt Gladion. I found this downstairs. It's the moon flute. Whatever the fuck that is. Jongens, we krijgen volgens mij een legendarisch item. It's apparently an artifact from Alola's past. They say it's to be played under the moon's light. The sun flute and the moon flute, when sounded together, it is said that they can call the legendary Pokémon. That is, if you believe in old myths anyway. Looks to me like that woman was even planning to add the legendary Pokémon to her little collection here. Here, take this with you. Ik hoor alleen maar geluid in mijn linkeroor, gat. Dat is niet de bedoeling. Oké, guys, we zijn back online. Ik heb best wel moeten kutten, maar we zijn er weer terug. Met twee geluid in twee oortjes. En terwijl toen ik naar beneden ging, toen kregen we dus blijkbaar opeens een masterbal. Van Gladion, I guess. Echt uit het niets. Normaal krijgen die bijna altijd van de professor. Maar deze game krijgen we hem van Gladion. Dus it's a master ball. It can catch any Pokémon without fail. I'm counting on you to help Lily. This is the least I can do. Hij vertelt niet eens waar die hem, hoe die eraan komt of wat dan ook. But what are you going to do, Gladion? Deal with this mess. I've got to clean up Aether Paradise. I'd wanted to get as far away from this place as I could. Together with Null. But in the end... It looks like I ended up right back here again. Oké, nu hebben we opeens een masterbal tot onze beschikking. En daar is Hou weer. Misschien wil hij weer tegen ons vechten. Hey, and it's Lily, isn't it? What happened to you? Yes, it's me. Now I'm ready to use my full force too. You look fantastic. Hou, die neemt geen blad voor de mond. What was that? I'm going to train even harder. I've got to do more. I keep getting saved by Shazi and his Pokémon, don't I? That's not enough. I've got to be able to save my Pokémon on my own. If I can't do that, I'll never be an island kahuna. I'll never be able to make people really smile. And I still haven't even done Acerola's trial or anything. I've got a lot of catching up to do. Sorry for dragging you into our family mess.
Yeah, but we got to see things that almost no one would ever get the chance to see. Maybe if I set out to train harder, I'll get to see more amazing things like that again. Yeah, our mother does like to do things on an extravagant scale. I was really glad that you came too, Hao. I can get you to the next island at least, Pony Island. I'll wait for you at the docks. Come on, Shazi, let's show the world what we can really do. Okay, we gaan blijkbaar naar Poly Island of wat dan ook. En ik heb dus net, echt nu net, voordat ik de Let's Play begon, had ik opgezocht hoe je van Magneton een Magnezone maakt. En de naam daarvoor is, ik moet naar Vast Pony Canyon, then go into the cave and level up, is wat het advies was. Oh shit, ik heb verkeerd aangeklikt. Maar waarschijnlijk is dat dus gelijk daar. Dus dat is wel heel erg toevallig en fijn. Dan moeten we even zorgen dat we daar Magnezone... Even kijken, we moeten naar de docks. Dat we daar Magnezone even lekker kunnen laten evalueren. Of Magneton in Magnezone kunnen laten evalueren. Oké, even kijken waar we naartoe moeten. We zijn nu wel weer in de docks. Ja, hier hebben ze allemaal al verslagen, hè. Dit is waar we aankwamen. Ik weet niet of we hier goed aan doen. Volgens mij was het wel hier zo. Tenminste, hier kwamen we wel aan. Maar nu is die boot er niet meer. Gaan we naar de andere kant lopen om te kijken of het daar dan is. Ik zie links wel een bootsituatie. Even kijken. Oké, ja, ze staan hier. Ready to go? Yes. Alright, let's go, Shazi. No holding back, zegt Lily. Pony Island. Dit is dan ook echt het laatste eiland, zo blijkt. Ik vroeg me al af of we ze nou allemaal al gehad hebben of dat niet zo was. Blijkbaar moeten we nog één heel eiland. Want dit was volgens mij niet het eerste eiland waar we op kwamen. Het ziet er helemaal niet zo uit. Dus Seafolk Village zijn we nu. Allemaal... Pokémon trainers op water Pokémon Pony Island. Almost no one lives on it, but you'll find a whole lot of nature to explore here. Go, find the Kahuna. The Kahuna of Pony Island also protects the shrine where Alola's people worship the legendary Pokémon. Maybe they will know something that might help you. Gladion, thank you for this. But when you took Null and left Ether Paradise 2 years ago, you left me alone with Mother. She was so bad after you left. If I hadn't had Wick with me... I'm sorry, I wasn't there for you when you needed me. All I could think about then was finding a way to save Null. That was the battle I was fighting. But now you've found your own battle to fight. I know you can handle it. Okay. Ja, had zijn zusje een beetje in de steek gelaten. En omdat hij zelf de wereld rond was gaan reizen om te vluchten van zijn moeder. Shazi, I'm okay. You don't have to worry. I know what I have to do now. And I don't know. Maybe it sounds strange, but... I'm kind of excited. I'm also kind of excited, guys. Want we zijn best wel dicht bij de legendary Pokémon, volgens mij. Pony Island, here we come. Wonder what kind of new Pokémon we'll get to rub elbows with here, hè, Shazi? If only I had elbows! Nou, we gaan even lekker ontdekken, jongens. Het is misschien weer een rustige Let's Play ten opzichte van de vorige. Dat is echt de spannendste tot nu toe. Maar we moeten de Legendary nog tegenkomen. En we moeten de Pokémon League nog doen. Dus het gaat vast spannender worden. It was this Snubbull here that first set our girl down the path to becoming a serious artist. When she showed Snubbull a picture she'd drawn of it, this little fellow chewed that drawing to stretch in its delight. But Minna misunderstood and thought that Snubbull had torn it up because it was bad. Oké, okay. That daughter of... Ja, blah, blah. Oké, okay. Nou, ze zijn heel erg... Blij met haar dochter die een kunstenaar is. Een schilder. We gaan even naar links. Kijken wat hier is. I think there are many more unknown Pokémon at the bottom of the sea. Dat zal vast wel. Net zoals er nog heel veel zeeleven niet ontdekt is in onze diepe zeeën, jongens. Hey, I'd like to say welcome to my shop, but I'm afraid I just can't do that right now. That fellow is my partner, Pelly the Pelipper. He helps me out with making deliveries using this old beak and that throat pouch of his.
I normally travel around the islands dealing my wares wherever I come ashore, but I've been here at Pony for quite a while now, and my supplies have pretty much run dry. I'm in a real slump, and Pelly here is pretty much crying out in boredom. Hey, you're supposed to be crying out loud, I said. What kind of partner are you? Why you... Anyway, I do appreciate you taking the time to stop by anyway, so I hope you'll take these. We krijgen een Magmarizer, what the fuck, hartstikke random. En een Electrorizer. Jongens, dat betekent waarschijnlijk dat Magmar en Electabuzz eraan zitten te komen. Those two are real valuable power boosters. I know it's a generous gift, but that's just who I am, right Pelly? Pelly? Pelly wil niks meer zeggen tegen zijn eigenaar. Come on, throw me a bone here, Pelly. I thought you were my partner. When you're out traveling the world, you meet all kinds of people and Pokémon. Wanna try taking Aerodactyl, a fossil Pokémon, along with you on your travels? Ja? Yes? Yes, I would really love to. Okay, fucking random. Aerodactyl. Dit is het meest leuke en winstgevende huis ever in Pokémon to date. We krijgen een Magmarizer, een Electrorizer en gewoon een verse Aerodactyl die we niet eens hoeven te ruilen ofzo. A Pokemon from the age of the dinosaurs. It used its saw-like fangs to shred its prey before eating them. Nee, ik hoef geen nickname, maar ja, ik wil Aerodactyl is wel een coole Pokemon, jongens. Shit, welk level is die eigenlijk? We gaan gewoon nu al een Pokemon eruit moeten doen, denk ik. Ligt er wel aan welk level die is, want ik heb soms wel echt iedere Pokemon nodig, zoals vorig gevecht. Ga ik voor Snorlax? Ga ik voor Snorlax, jongens. Ah, ik heb Snorlium Z weggehaald. Dat was niet nodig. We hebben nu Aerodactyl. Fucking spontaan en random. Aerodactyl is a fast Pokémon. I wonder how you will use its speed in battle. Ja, Aerodactyl is een van de snelste Pokémon. Hij is level 40. Ook niet slecht. Even kijken naar zijn aanvallen hoor. Roar, Agility, Ancient Power en Crunch. Zijn aanvallen zijn nog niet zo heel goed. Maakt op zich niet uit. We hebben gewoon een Aerodactyl nu. Ik vind het ergens wel jammer dat mijn Snorlax er nu al uit is. Had ik eigenlijk niet aanzien komen. Misschien jullie ook niet. Dat ik dit zou doen. Maar goed, hier staat Lily weer. En the show must go on. Zoals ze zeggen. Hier is een Corsola. Dat is de Pokémon die Misty had. Nice to see a new face around here. Is dit de Kahuna of zo dan? Oh my goodness, zegt Lily. Wie is dit? I'm sorry, who are you? Me? I'm the chief of the sea folk. It's my job to keep everybody together. The sea folk? Yes, ma'am. What do you think all these boats around here you are here for? We sea folk have spent years navigating the seas and searching out new wonders. When we find rare things, we bring them here to Alola to trade. The ports on the other islands are busier these days, but you still always seem to end up back here on Pony, eh? What did you all come here for? You collecting berries, like us? We're here to visit the Kahuna. The Kahuna? Maybe you should go to Little Hapu's place? Her house is the only one still standing on Pony after all. Where else would you go, eh? You can recognize Little Hapu's house at a glance, thanks to that huge mudsdale of hers. Oh, so Hapu lives here on Pony Island? Thank you very much, Chief. Let's go, Shati. It will be good to see Hapu and Mudsdale again. Oh, dat is die ene. Dat kleine meisje dat we al een paar keer tegen zijn gekomen. Dat is blijkbaar. Het zou best wel de Kahuna kunnen zijn, of het is de dochter van de Kahuna of zo. Welkom, welkom. Table for one, ja? Yeah? No. No, thank you. Even kijken of hier niet nog een item ligt of wat dan ook. Oh, hier is een Zygarde Cube. Ik zag hem niet, maar ik zag wel dat ik op A kon klikken. Hier is een Staryu. Of een Starmie. Het is een Starmie trouwens. Ja, Poliwhirl hier zo. Kunnen we hier naar links ook? Nee. Er is wel een deur, maar die deur is niet om ooit geopend te worden. We mogen ook niet naar boven. Nou, dan niet. Het is goed. We gaan er weer vandoor. Wel rustig leuk liedje op de achtergrond zo. Ga even lekker door met exploren, want het is zeker wel waard.
Want ja, je ziet wat we tegenkomen hier. Hè? We kunnen eigenlijk geen huisje niet ingaan hier. Allemaal best wel goede shit. Maar ja, wat nu als we een Magmar of een Electabuzz tegenkomen, jongens? Do you want a Steenie? I want a Gramble. Nee. Steenie hebben we natuurlijk al. Ik wil ook wel een Gramble, want de Steenie heb ik al gehad. Dat is wat Bouncy is. They build a village with boats. For them, the entire sea is their home. Ja, dat is wel handig. Dan kan je overal terecht. The sea goes on forever. I want to swim on forever too. Nou, gaan Pokémon Center in. Pokémon zijn wel gewoon geheeld, dus we hoeven niet te helen. Gaan we even kijken wat ze te zeggen hebben. Let me guess, you want me to teach Dragon Ascent to your Pokémon. Am I correct? Sure. Is goed. You don't seem to have Rayquaza, the only Pokémon that can learn Dragon Ascent. Okay. I came all the way here to raise my Magikarp, but I also wanted to be more independent. Welcome to the Technical Machine Shop. Even kijken of ze andere, ja. Ook heb best wel veel geld inmiddels, jongens. Al zou ik een Hyper Beam kopen, dan ben je wel snel klaar. We hebben wel een Solar Beam. Het is wel een hele toffe aanval eigenlijk. Ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan gaat. Giga Impact is 50 fucking duizend. Stone Edge. The user stabs the target from below with sharpened stones. Ik zit een beetje te twijfelen. Ik kan wel Solar Beam meenemen. Vind ik wel gewoon een toffe aanval. Dan hebben we die ook gelijk. Thunder is ook niet verkeerd om snel aan te kunnen leren aan iemand. Fire Blast gaan we nu niet doen. Stone Edge, ja, wil ik eigenlijk ook wel, maar gaan we nu niet doen. Misschien als ik meer geld heb. We hebben een Sparkling Z-Crystal, want we hebben Acerola verslagen. Dan kunnen we daardoor weer meer dingen kopen. Wel even wat Ultraballen, hè, want we weten niet wat we nodig gaan hebben. Of hoeveel we nodig gaan hebben. Oh ja, revives en zo, jongens. Jesus. Ja, 20 is wel veel. Ik had beter eerst revives kunnen kopen. Een paar hyper potions is ook niet verkeerd. Maar ja, het is zo duur allemaal, jongens. Al mijn geld gaat op. Oké, we gaan ook voor super potions, want die heb ik ook best vaak nodig. Nou, zoiets dan, I guess. Nog een paar revives, voor de zekerheid. Oké, nou, we zijn weer bijgevuld. Oké, wie is dit? The trial on Pony Island is better to check it out by yourself. The strongest dragon-type move is called Draco Meteor. Do you want me to teach the move to your Pokémon? Oké, deze vrouw wil gewoon de allersterkste draken-Pokémon. Of draakaanval en Zygarde, ik heb natuurlijk een dragon-type. Ik dacht... Het zou kunnen dat een Dragon-type aanval aan iemand anders zou kunnen worden geleerd. The Pokémon has to be completely friendly to me, anders kan ze hem niet leren. I can teach the move only after the Pokémon becomes totally bonded with you. Oké, nou dan moeten we daar wachten totdat zeker dat is. I got transferred here, but there's no police station. I want to have a place where I can relax with my partner, Wailord. Dan gaan we nog even kijken of meneer iets spannends te zeggen heeft. Lemonade, Roserade Tea, Komala Koffie. We gaan voor Roserade Tea. Ik hoop dat hij nog iets cools te zeggen heeft. Want hij heeft ons zeker af en toe wat wijsheid meegegeven. Maar het is wel echt een town waarin je echt heel veel aan hebt gewoon. Enjoy to your heart's is content. If you don't, my grandson who gathered the leaves will never find peace. Heftig. By the way, are you using Pokemon Refresh? When I catch new Pokemon, I make sure to take really good care of them. It bothers me when they get dirty in battles. I spend all my downtime taking care of them. Nou, dat was het, volgens mij. We krijgen een Rage Candy Bar wel. Oké, en het kwam uit de Johto-regio, zei ze ook. Ik krijg ook nog Pokemon Beans, Pokebeans. Ja, nou die moeten we eigenlijk geven. Dan wordt mijn Pokémon dus ook aardiger tegen mij. Misschien ga ik dat later wel even doen. Dan wordt Zygarde natuurlijk vriendelijker. En dan kan ik wel die aanval aan hem leren. Zijn we hier al geweest? Nee, hier is een Zygarde Cube. Ook handig. Misschien moeten we ook maar eens even teruggaan een keer naar het lab waar Zygarde vandaan komt. Om te kijken of we een nieuwe aanval aan hem kunnen leren. Of iets dergelijks. Jongens, we krijgen weer een filmpje.
I'll do my best to keep up, Shazzy. I'll be fine, I've got max repels with me. And I've got you too. Het gaat, nee, ik dacht even dat ze mee ging lopen, maar waarschijnlijk niet. Hier zie ik alweer een Zygarde Cube situatie. Nou jongens, dan gaan we denk ik weer wat nieuwe Pokémon tegenkomen. We're going on a berry hunt. We're going to find the big one. Ik zie daar ook berries. En hier zie ik een Pokémon trainster. Gaan we die als eerst verslaan. Lekker wat actie. The Pokémon and trainers' feelings are stacked together. They tried receiving the unleashed Z-power. Het klinkt alsof ze haar Z-aanval op mij gaat doen. Als ik niet in één keer haar weet af te maken. Garbodor. Ah ja, dat is die, de evolutie van een vuilniszak. Letterlijk. Nou weet ik niet wat er super op hem is of wat dan ook. Hij is denk ik wel poison. Ik weet niet of Lance's Wrath daar goed tegen is, maar hij protect sowieso. Oké, dus Lance's Wrath die heeft daar geen... Nee, ik doe bind per ongeluk met mijn duim. Allerslechtste aanval die ik maar had kunnen doen. Weak armor. Zijn defense... Wat? Oké, okay, wacht. Ik wil het zeggen. Zijn defense gaat naar beneden, maar zijn, zijn speed wordt heel hoog. Dus daardoor mag hij waarschijnlijk hierna wel aanvallen. Aparte ability wel. Ik ben poisoned ondertussen door Toxic. Die wordt ook steeds sterker. Dus dat is vervelend. Hij heeft wel bind. En daar gaat meer vanaf dan de aanval zelf deed op zichzelf. Oké, okay, nou doen wij nu wel... Nee... Vervelend. Nou, gaat er weer alleen maar shit af bij mij door poisoned en bij hem door bind. Oké, okay, nog maar een keertje dan. Kom op. Ik weet dat je het kan. Gunkshot. Not very effective was dat. En driekwart van mijn leven gaat eraf. Ja, dit had ik de eerste keer al moeten doen. Erg zonde. Of ik had dik moeten doen. Dat ik ze protect ontweken. Oei. Oké. Toxapex. Nog nooit van gehoord. Zal een nieuwe Pokémon zijn. Dat is altijd leuk. Ja, dan gaan we voor Aerodactyl, joh. Gaan we die gelijk even testen. Aerodactyl is wel echt een tof Pokémon. Ja, dit is wel echt een nieuw Pokémon. Heel apart. Dan gaan wij voor Ancient Power. Even kijken wat dat doet. Niet zoveel. Liquidation. Klinkt gevaarlijk. Is een wateraanval ook. Dus oké. Doe je Aerodactyl. Jesus. Dat was geen goede setup. Blijkbaar is het een water Pokémon. Of hij is in ieder geval iemand die een wateraanval kan. Dus ik ga hem gokken op een Magneton. We gaan voor Discharge. Ja, het is wel super effective. Een critical hit ook nog eens. Nou, Magneton krijgt lekker wat XP en Cinnaroar level 47. The highness of Calibur to triumph while reacting to the feelings of your opponent. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelt. Maakt niet uit. We gaan heel even super snel naar de Pokémon Center en dan ben ik weer bij jullie terug. Oké, jongens, zijn we weer. Gaan we een Pokémon tegenkomen? Nee. Ik had ook even snel mijn Zygarde eventjes geaid. Om te kijken, want ja, ik moet natuurlijk zijn affection omhoog krijgen. Hij had 0 hartjes, nu heeft hij wel 1 hartje. Maar ja, dat duurde een beetje lang, dus we gaan het gewoon lekker, ga ik wel off-cam een keertje doen. Ga ik hem lekker aaien. Kijken of ik zo affection omhoog krijg en dan ga ik hem die drakenaanval gewoon lekker leren. En gumshoes, dat is niet interessant. Beetje jammer dat die Pokémon hier ook is. Is wel level 42. We gaan voor Lance's Wrath. We gaan hem wel even verslaan. Is niet super effective. We krijgen een crunch op ons. Die aardig sterk is wel. Nou, gaan wij voor Lance's Wrath. Kijken of hij dood is. Nee, hij is niet dood. En wij krijgen een super fijn op ons. Ah, nee.
Alsjeblieft niet. Oké, goed zo. Zou mijn Zygarde er denk ik wel aangaan, afhangende van wie er zou verschijnen. Nou, ik krijg toch aardig wat XP hiervan. Zygarde level 42. Geen nieuwe aanval en ook niemand anders level up. Ga ik denk even mijn Aerodactyl voorzetten om te kijken of wat dat gaat uithalen. Zo. Even kijken. Gaan we hier een stukje verder naar rechts. Vanaf welke kant de bedoeling is om op te gaan. Want we kunnen ook volgens mij naar links. We krijgen een Tenga Berry. Dus nog meer berries beneden. En we krijgen nog een Koba Berry. Even kijken, ik ben benieuwd jongens. Naar onder is verder zo te zien, dus dan gaan we eerst naar links. Even kijken wat daar dan allemaal is. Hier is die Zygarde Cube situatie. Misschien komen we ook nog wel een andere Pokémon tegen. Hey, Gastrodon. Volgens mij had Ash ook een keer deze Pokémon en of de evolutie hiervan. Nou weet ik niet meer zeker of hij nou een draak-Pokémon was. Zou best kunnen van wel. Draak en Poison of zo. Ja, Rock is niet effectief. Mijn Attack, Defense en Special Attack, Special Defense en Speed gaan omhoog toch. Hij doet een Toxic, Poison aanval op mij en daar gebeurt niks door. Want daar ben ik blijkbaar niet... niet van gediend. We krijgen Hidden Power. Oké, is gelukkig ook niet opeens super effective. Dus dit moeten we zeker gaan halen. Dan gaan we hem denk ik ook wel proberen te vangen. We gaan een Body Slam op ons. Not very effective. Ik denk Ancient Power nog wel een keertje. Juist omdat daar niet zoveel van afging. Ja, hij is niet dood. Dan gaan we nu voor een Ultra Ball. Het Raindance begint lekker te regenen. Het was net zo zonnig, jongens. Dat is jammer. Volgens mij gaan ze wat meer om hulp roepen of zo, de Pokémon. Maar gelukkig komt hij steeds niet. Dan gaan wij dit keer voor... Nee, niet de Master Ball, jongens. Niet de Master Ball. Hier is mijn Ultra Ball. Ik heb 63 Ultra Ballen. Ik had eigenlijk dus niet zoveel Ultra Ballen hoeven kopen als ik gedaan had. Maar goed. Tekort gaan we niet hebben snel. Zo dan. Ook nog een nieuw Pokémon gevangen. Is toch weer leuk. Greninja, level 50. Volgens mij is dat mijn eerste level 50 Pokémon. Of is mijn Bouncy al level 50? Zou ook nog kunnen. Nou, Atflats, die hebben er ook weer bij. A team of researchers is scouring the oceans of the world in search of a Gastrodon in a color never seen before. Oh ja, had misschien verschillende kleuren of zo, hè? Zoiets meen ik mij te herinneren. Jongens, in de volgende Let's Play gaan wij verder dit eiland uitkammen. En het lijkt erop dat het wel een heel erg winstgevend en leuk eiland zal worden. Als je deze video leuk vond, laat dan even een likeje achter. Subscribe voor meer gameplay als je dat niet al hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer terug. Laters!